Nanook Leopold heeft, hoe lang is het toch geleden? In een jaar of 15 speelde ik in een voorstelling, de Linnane Trilogie. En dat was een 5 uur durend theaterstuk. En ik speelde daar samen met Fedja van Huwet. Twee broers. Wat al iets onmogelijk is. Hè? Iemand met een Vlaamse tongval en iemand met een Nederlandse tongval. En wat dan gedacht, Fedja, nou, zal ik dan een beetje zo praten? En ja, dat werkte niet. En dan heb ik gewoon een rostpruikje, een rood pruikje opgezet. En wij waren die broers. En Nanook, die veel naar theater komt. En wat dat gezien dan vanaf sinds dan was het altijd maar. Maar ik heb dan nog wel met meer makers. Van wanneer kan dat lukken? Mijn agendas lukte nooit. Planning viel nooit goed. En uiteindelijk is dat dan toch na lang wachten en veel geduld gelukt met de film Boven is het Stil. Maar dan was ik haar films gaan bekijken. En ik dacht, ja, dat gaat nooit. Dat is een zeer gestileerde Guernsey en nog een aantal films. Dan dacht ik, ja, gaat mij dat liggen om met haar te werken? Maar vanaf dag 1 was het eigenlijk ja, zeer fijn. En haar manier van werken is zeer speciaal. Maar veel minder gestileerd op de vloer eigenlijk dan dat je de film ziet. Dus ze is zeer. Ze staat toch zeer los en het is veel mogelijk. Ze is zeer streng en ze weet wat ze wil, wat ze niet wil. Maar we hadden eigenlijk een heel toffe tournage. En zo was dan uiteindelijk ook nog veel schuiven en dingetjes verplaatsen en een agenda knippen en plakken gelukt om die rol van Wickmeyer, wat ik een heel mooie naam vond, Wickmeyer te spelen in haar nieuwe film. Cobain. Ja, en zo komt van het een het ander. Maar goed, dat Nederland, dat is. Ja, ik werk daar eigenlijk wel graag. Hè. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.